Goedenavond. Goedenavond, Moesakskis en goedenavond, Moesakinnekes. 11-11-bal-1992. Per traditie een afsluiting van een oud carnavalseizoen. Ik mag zeggen namens iedereen een schitterend carnavalseizoen. Wij sluiten dan ook af het feest van Driekerres 11. Denk maar eens aan de prachtige feesttent met de Dinkelander muzikanten en Primavering en de Schokbrekers. Geweldig, schitterend was het. Met 2000 moeszakken en moeszakkinnen hebben we feest gevierd in het kader van het 33-jarig bestaan. Wij sluiten nou af het oude carnavalseizoen en wij beginnen straks met nieuw carnavalseizoen. Afsluiten wil zeggen afscheid nemen van mensen die stoppen bij de stichting. En openen straks wil zeggen begin van een nieuw seizoen. En welkom heten mensen die beginnen bij de stichting. Maar we beginnen nou met de afsluiting. Mag ik naar boven? De prinselijke moesgarde, de hofkapel, de raad van elf. En jawel, nog steeds prins Nico den Tweede. Vertelde ik al in de opening van mensen die stoppen bij de stichting. En dan begin ik bij de Hofkapel. Niet meer erbij, maar jarenlang zeer actief. Dank en waardering van de stichting. En van alle moeszakken en moeszakkinnen voor Herman Junier Langendijk. Die jarenlang de beste beentje voor heeft gezet. Bedankt nog daarvoor. En ook natuurlijk de rest van de Hofkapel. Afscheid nemen doen wij van 6 lieve, charmante dames die jarenlang bij de dansgarde geoefend, gerepeteerd en het beste beentje voorgezet hebben. Jarenlang heb ik jullie aan mogen kondigen, heb ik de glinstering mogen zien in jullie oogjes, de plezier die er vanaf straalde en nu is daar een einde aan gekomen. Wij willen jullie daar hartelijk voor bedanken. En er zijn achterin volgers en graag een stapje naar voren dat we kunnen weten wie dat wie is. Suzanne Hendricks. Hanny van de Heuvel, Wendy Hendricks, Angelique Vissers, Miranda Kusters en Alexandra Siebers. En traditie.
traditioneel krijgen jullie van de andere dansgardeleden, de andere dames, een roosje aangeboden. En onze prins Nico den Tweede, die hij als blijk van dank en waardering voor jullie een envelop. Nogmaals, namens Stichting Carnaval de Moeslanden en namens alle moeszakken en moeszakinnen hier in de zaal, hartstikke bedankt de voormelde dametjes. En ik denk voor de laatste keer dat we een afmars doen, gewoon, compleet, gezamenlijk, zoals we dat gewend zijn. Lieve dansgarde, stelt wij eens op voor de afmars en dan gaan de oude dansgardeleden, die gaan met jullie gezamenlijk vertrekken. En nogmaals, bedankt. Dan zijn er twee mensen bij de stichting, twee raadsleden, die na jarenlang dienst de pijp aan Maarten geven, door omstandigheden gedwongen. En dat zijn, en ik wil eerst even de respectievelijke dames hier graag op het podium. Theo van Oort, Maria, komt eens even naar boven. En Henk Schulte, Ingrid, laten wij eens even zien. Hofkapelleke. Dan geef ik graag de microfoon en het woord aan prins Nico den Tweede. Theo en Maria, Ingrid en Henk. Maar eerst Theo en Maria, jullie nemen daar 12 jaar afscheid van de stichting. 12 jaar waar jullie met alle inzet en plezier de zaak hebben meedraaiende gehouden, mee gezorgd dat alles op een plezierige en een goede wijze draaide. Theo, je hebt gezorgd ook voor de commissie, zat je bij diverse commissies zelfs wel, commissie zaalversiering, commissie van de startgelden, maar vooral de commissie wagenbouw, dat was bij jou heel iets apart. Jij zorgde ervoor dat de clubs konden bouwen, dat de constructies goed waren, dat dus de wagens op een veilige manier op de weg konden. Maar wat deed je er nog bij nog? Je zorgde ook dat de wagens niet te groot en niet te breed werden. En jouw meetlat, die was wel het schoonste van het hele Moesland. Zeker ook de langste, zoals Theo dat zelf zei. Theo, bedankt ervoor. Bedankt voor al uw inzet, voor al uw ijver, voor al uw plezier zeker. Want ook dat laatste, dat straalde bij jou elke keer als je er was, erbij uit. En ik denk zeker dat we dat zullen missen. Bedankt ook Maria, bedankt voor jouw inzet, voor jouw enthousiasme. En ik denk dat wij met de jeugd carnaval jullie beiden nog wel eens een keer zullen ontmoeten. Bedankt en het gaat jullie goed. Bij afscheid wordt een cadeau. We hebben daarvoor een mooie tegel voor jou te maken die past in jouw woning. Waar je nog eens een keer terug kunt kijken aan het plezier en aan de inzet die jij gehad hebt voor Stichting Carnaval.
Theo, bedankt. Maria, bedankt. Het gaat jullie goed. En veel plezier voor de toekomst. Actief te zijn bij de Stichting Carnaval als lid van de Raad. Je hebt er heel met jouw leven, heel jouw inzet voor de carnaval gegeven, samen met jouw Ingrid. Want jullie vulden die functie, dacht ik, heel goed samen op. Waar Henk tekort kwam, daar was Ingrid erbij. Vooral zeker ook, vooral jouw drukke werkzaamheden noemde daardoor toe. En jullie nemen vandaag beide afscheid. Jullie waren druk. En jullie, en vooral Ingrid, zorgden voor de prachtige zaalversiering. Maar zorgden ook voor dat alle post op tijd op de juiste plaats kwam als ordonnans. Maar Henk had de streep voor het ziekenbezoek. Hij zorgde ervoor dat maar zeker ook de hoogbejaarden attentie kregen met carnaval. Dat ze niet vergeten werden, dat ze ook in de gedachten waren ook bij ons, bij het vieren van carnaval, dat ze ook het plezier van carnaval hadden. En het plezier van je carnaval, dat straalde jullie altijd uit. Vooral Henk met zijn grappen en grollen. En zeker ook die zijn pet wel eens ooit een keer dwars op zijn hoofd. Maar zeker hebben we dat altijd heel erg van genoten. Bedankt voor jullie beiden, voor jullie inzet, voor jullie plezier. En ik hoop dat jullie het goed gaat. Bij afscheid hoort zeker ook een cadeau. Voor jou hebben we ook zo'n prachtige tegel die straks op een mooie plaats voor jullie komt hangen. Waar je nog altijd nog terug kunt denken aan die fijne tijd bij de Stichting Carnaval, bij de Raad van Elf. Bedankt jullie beiden en het gaat jullie goed. De heren raadsleden ontdaan van hun waardigheden en gaan ze weer terug zoals ze begonnen, gewoon boer moes. En het was of dat Ingrid het vorig jaar met Liedjesfestival al voorspelde, want ze zong van mijn mens, ik ben het vrouwke van boer moes. En zo werd Henk ook weer boer moes. En Theo, natuurlijk, dat is bekend het symbool, want ik kan me nog heel goed herinneren, de pronkzittingen, dat hij ook boer moes was.
gaat u dan. Raadslid Theo van Oort, hartstikke bedankt. En raadslid Henk Schulte en natuurlijk ook Ingrid en Maria, bedankt voor jullie bijdrage en inzet. De volgende persoon die afscheid gaat nemen bij de stichting in zijn huidige functie, moet ik erbij zeggen. Dat is iemand die verschrikkelijk belangrijk was de laatste twee seizoenen. Zeker zijn stempel drukte op Boeslands carnaval. Maar ik wil er wel graag uw Sjanneke, het prinsesje, zijn eigen vrouwke bij hebben. Hofkapelleke, roep ze eens naar boven. Sjanneke. Twee jaar geleden was het dat wij bij jullie in de kamer zaten en kwamen vragen: Nico, wat denkt ervan prins te worden van het Moesland? Tjongejongejonge, zei Nico, tjongejonge. En ben ik er eigenlijk misschien niet wat te oud voor en ik heb het eigenlijk al zo druk, maar de liefde voor de verenigingen in het Moesland en de liefde van de carnaval, die won het tenslotte toch. Lang hoefde hij niet na te denken. Hij werd prins van het Moesland en hij heeft correct ingevuld. Twee jaar hebben we van alles moeten regelen. Van alles moeten praktiseren dat goed verloopt. En ik heb het perfect ingevuld. Ik mag zeggen, er is een hele groep achter hem van Stichting Carnaval de Moeslanden. Dat groeide uit tot een geweldige en enorme vriendschap. Daar wil ik u zeker namens Stichting Carnaval de Moeslanden allebei hartelijk voor bedanken. En ik heb er heel kort nog een kleine limerick opgemaakt. En die wil ik even voorlezen. Prins Nico, Nico Brandt. Als prins waar de stik van mans, een keer uit de moot, kan als raadslid ook helemaal geen koot. En geeft de schik blijvend een kans. Bedankt, Nico, prins der Moeslanden. Bedankt, Sjanneke. Dan geef ik thans en waarschijnlijk of wel zeker voor de allerlaatste keer als grootvorst het woord en de microfoon aan niemand minder als prins Nico den Tweede. Moesakken en moesakkinnen, beste carnavalsvrienden. Blij verrast waren jullie toen ik twee jaar geleden hier op het podium verscheen bij al die grootheden die jullie die allemaal kwamen solliciteren voor prins carnaval. Maar ik was het meest verrast door jullie blijde verwachtingen ook van en al de inzet die jullie hebben gegeven aan mij om prins te mogen en te kunnen zijn van dit prachtige Moesland. Ik heb genoten om twee jaar prins te zijn. Twee jaar waren, lijkt een hele lange tijd, maar het ging zo heel snel voorbij. Maar al die activiteiten die we gehad hebben in die twee jaren, schitterend waren ze. Al die bals die er geweest zijn, maar zeker ook de viering van 3x11 vorig jaar in de grootste tent op het Europaplein. Een feest zonder weerga en dat ging allemaal heel schitterend
met jullie allemaal bij elkaar met plezier maken, schik maken onder elkaar. En dat is toch het belangrijkste met carnaval. De hoogtepunten, zeker ook de beide optochten. Vorig jaar en het jaar daarvoor, maar zeker ook het laatste jaar. 20 schitterende wagens. Ze deden van de eerste tot de laatste wagen nauwelijks onder met elkaar. En de sportieve strijd die er was onder samen om die wagens te laten trekken. Het plezier te maken, al dat meer zij. Ook zeker ook de nieuwe activiteit die Pondomme organiseerde met het Liedjesfestival. Het was gewoon grandioos. Ik heb dat alles bij elkaar 2 jaar heel schitterend gevonden. Samen met de Stichting Carnaval, de Raad van Elf, met alles erbij. Om samen met jullie die carnaval op een plezierige, grootse wijze door het moesland te laten trekken. Bedankt daarvoor voor al die inzet van jullie, voor alle plezier. En maar ook zeker wil ik jullie allemaal als clubs bedanken voor die inzet, voor die plezier. Want zonder jullie, maar ook zeker zonder de stichting, zou dit allemaal niet hebben kunnen plaatsvinden. Een wisselwerking tussen de beiden. En ik heb dat ondervonden als heel plezierig. Een vriendschappelijke band tussen beiden, tussen de Raad van Elf en jullie. En dat we samen zo'n grootse, schitterende optocht hebben kunnen maken. Een nieuwe club vorig jaar erbij, Pondomme bijvoorbeeld, die erbij kwam om gewoon muziek te maken. Maar ook de andere club van de Bierveldjes die zeiden van wagen maken. Dat hoeft allemaal niet meer zo direct, maar we blijven muziek maken. En het doet toch als, gewoon als muziekminnend iemand toch best plezier dat er zoveel zijn die in het moesland mede optocht en met andere activiteiten muziek en plezier maken. Bedankt ook de stichting, de Raad van Elf, die een grote steun voor mij was. Zeker ook de voorzitter en de beide adjudanten die alle inzet hadden. Maar ook mijn eigen vrouw Christian, die hier nou naast me staat, maar ook altijd voor mij een grote steun is geweest. Christian, bedankt daarvoor. En zeker ook, niet op de laatste plaats, van ons onvolprezen grootvorst Henk, die alles overziende, alles ziet hoe dat het allemaal loopt en draait en er graag met alle plezier en alle inzet dat geeft. Dat is ook voor mij een hele grote steun geweest. Bedankt iedereen en ik zou zeggen een driemaal Allah voor het moesland en ga zo door. En ik wens de nieuwe prins dat hij met veel evenveel plezier en met veel inzet zal ontvangen worden als ik dat die laatste jaren heb mogen ondervinden. Bedankt en het gaat jullie goed. Terwijl de adjudanten de steek afnemen, de tape en de ketting, wordt prins Nico de Tweede raadslid Nico. Van Stichting Carnaval de Moeslanden zijn in ieder geval ontzettend blij met Nico, prins Nico de Tweede, voorheen ons niet vaak verlaten, maar toch aanwezig blijft als raadslid, blijkend van de vriendschap die geboren is uit het verleden. Bedankt daarvoor en veel succes. En dan geef ik nu graag het woord en de microfoon aan de voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslanden, Frans van Boekel, alsjeblieft. Dankjewel, grootvorst Henk. Ik heb het laatste woord in deze afscheidsronde en eigenlijk is alles al zo'n beetje gezegd. Maar ik zal proberen alles weg te laten wat al gezegd is, dus het wordt heel kort. Nico en Sjan, doorstorten dan. 2 jaar geleden was ik een van degenen die bij jullie op de stoep stond. Henk heeft het al gememoreerd, jij al. Om te vragen prins van het moesland te willen zijn. Je bent dat gewist. Je bent het vooral ook geweest in 3 keer 11 jaar van de Stichting Carnaval de Moeslanden in Schaik. Daar is er maar ene die dat meegemaakt heeft. En met alle schoon herinneringen van al die schoonfeesten neemden jullie mee. Maar voor de rest moet ik zeggen, het is geweest. Dat ben ik kwijt. Of om het op een andere manier te zeggen, een nije is zo een oude. En de warme is zo een koude. Het is niet origineel, maar ik moet het keer gebruiken. Daarom moet ik jou, Nico,
Prins Nico II nu vragen het enigste teken van uw waardigheid wat ik er nou nog heb, netjes weer terug te geven aan ons. Onder dank natuurlijk van voor de geweldige manier waarop gij en Jan dat samen hebt ingevuld. En die dank die wil ik dragen graag onderstrepen met dit herinneringsbord. En op dat herinneringsbord, het wordt traditioneel, ook alweer een limerick. Prins Nico II, Nico Brands, waar als prins stik van mans. In een kier uit de moot, daar kon geen kwoot. Goeie wijn behoeft geen krans. Nico en Jan, dus tot de dan. Eigenlijk onning naks, als ik het zo moet zeggen, in carnavalstermen. Maar daar gaan we iets aan doen, want natuurlijk is er ook nog leven na het prins zijn. Op de eerste plaats wordt dat de medaille die 2 jaar lang op dat geweldige heuveltje daar gehangen heeft. En die toch hier wil blijven hangen, denk ik. Daar komt hij. En verder is het een goede gewoonte om op het 11-11-bal waar een prins afscheid neemt. En ik doe dat namens de hier aanwezige prinsen van de broederschap Oud Prinsen. Hierbij de oorkonde en de medaille die jou vanaf nu opneemt in de broederschap Oud Prinsen. Als allerlaatste, nogmaals, heel kort en krachtig, maar wij komen daar intern in andere bewoningen best op terug, want het valt voor u natuurlijk niet mee om te blijven luisteren. Het allerlaatste wil ik vragen. Raad van Elf, neem Nico en Jan op in ons midden, want ze blijven gewoon lekker bij ons. Dankjewel. Thank you.
dat was dan twee prachtige carnavalseizoenen onder leiding van prins Nico de Tweede. Nou weer raadslid Nico. En nogmaals, gelukkig blijft hij werken voor de carnaval. En ik wil heel graag vragen, medewerking van de hele zaal, want wij gaan het podium verlaten met het liedje Nico bedankt. De melodie, die kent de Hofkapel, Nico bedankt. En de hele zaal gaat staan en zingt en klapt mee. Ter afsluiting voor dank en waardering. Nico, Nico, Nico bedankt. Nico bedankt. Nico bedankt. Moesakjes, moesakinnetjes, feitelijk had vanavond hier ook afscheid moeten nemen. Iemand die 7 jaar lang op een perfecte manier het secretariaat voor Stichting Carnaval de Moeslanden heeft beheerst. Helaas, hij kon er vanavond door omstandigheden niet bij zijn. Wij van de stichting zullen op een ander moment op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Maar we willen hem toch graag vanaf deze plaats bedanken voor 7 jaar hard werken als secretaris voor de stichting. En dan wil ik alvast beginnen met straks onze tweede ronde op het 11-11-bouw. De opening van het nieuwe seizoen, want dan hebben we een nieuwe secretaris in de vorm van Jan Dane. We hebben nee dames bij de dansgarde. We hebben een nee raadslid Nico Brandt. En we hebben straks een 11-11 een nee prins. En dan zijn we weer terug. Tot straks. Bedankt. Huiswijker nummer 20 van zijn gedoofde van Marion de Weber. En ik weet dat er een ander is. Jongens, wanneer je mij kijkt als ze even zien. Dit is de laatste gouden van Harry. Vroeger toen ik nog opening van een nieuw carnavalseizoen. Carnavalseizoen 1992-93. En hoe bestaat dit? Hoe kan het? Er zijn weer 3 nieuwe carnavalsclubs bijgekomen. Namelijk carnavalsvereniging zonder naam. Die bedenken nog een naam. Carnavalsvereniging Het Wordt Tijd. En carnavalsvereniging Wellicht Kans. De carnaval en bloeit en leeft in het Moesland. Waar we nou op zitten te wachten, dat is een nieuwe. Een splinternieuwe prins. En dat gaat direct zo meteen gebeuren. Mag ik vragen, ruimte voor de Hofkapel, de prinselijke dansgarde en de Raad van Elf. Heel graag ruimte alsjeblieft.
beste carnavalsvrienden, moesak en moesak in. Het is 11:11 en onze prins, hij is bekant binnen. En we zullen hem ontvangen waardig, zoals het hart in het moesland. En of dat hem gerooien heeft, of dat hij misschien gewenst is door bepaalde groepen, dat is niet belangrijk. Wij doen het zoals we dat gewend zijn in het moesland. Wij ontvangen hem met een geweldige ovatie, met een geweldige spontaniteit. Want we zijn over 1,5 minuut blij dat we hem hebben. Een nee. Wij hebben een programma samengesteld, maar wij kunnen dat niet alleen. Wij vragen ieders medewerking om hem geweldig spontaan welkom te heten. Onze prins is thans onderweg hier naartoe. Kijk op het podium en zie wat er gebeurt. Licht uit! Spot aan, start de band! Tweede. Schoon dat je de uitdaging aangedurfd hebt. En kijk eens wat een prachtig spandoek hier in de zaal. Of dat ze het wel gerooien hebben. Want ze zijn slim in het moesland. Ze weten bekend alles. Niks houden verborgen. Wilma, prinsesje, natuurlijk ook hartelijk welkom. Als prins en prinses der moeslanden. En kijk eens hoe dat die kijkt. Hoe dat die straalt als een prins. Alleen de outfit, dat is nog niet helemaal een prins. Maar dan gaan we snel iets aan doen. Adjudante, maak er eens een echte prins van. Opper Theo, geef hem zijn ketting. Adjudant Hans, geef hem eens zijn steek. Adjudant Gerrit, geef hem zijn keep. Laat eens zien hoe dat er een prins uitziet in het moesland. Thank you.
En toen waren het werkelijk woord, je ziet het allemaal, een echte prins. Hij straalt en is een prins en hij is gekleed als een prins. En ik kan u verzekeren, we zijn er weken mee bezig geweest. Hij telde erop, hij verheugde zijn eigen. En let eens even horen hoe dat je ontvangt in het moesland. Let eens horen dat je blij bent met mijn eigen prins. Haske, Haske, Haske! Voor de eerste keer de microfoon krijgen voor zo'n geweldig, kolossaal, schitterend publiek hier in het Moesland. Dat valt niet mee, maar we geven hem toch de kans en de gelegenheid. En we zijn natuurlijk Clement. Mag ik aandacht voor het woord van Prins Hasten Twerre? Daarachter stond, toen hoorde ik de grootvorst zeggen, een eigen prins. Een spiksplinter eigen, hoor ik hem ook wel eens uit. Maar een eigen prins is nog geen eigen mens. Ik wou even zeggen wie ik was, maar ja, ik denk dat jullie dat wel allemaal weten. Maar ik ben toch dan geboren achter op het Mun, een jaar of 38 geleden. En woon sinds een jaar of 10 in de Zaanstraat op de Geinenberg. Mijn vrouw, die kwam uit Overlangen, uit het Nachtravensrijk en woont ook al jaren 16 op Schoik. Wij zijn, zo gezegd, geboren en getogen moeseters. Want dat lusten we toch allemaal. Carnaval in Schoik, dat is geweldig. Als je dan ziet hoe al die mensen dreigen inzetten, al die clubs, dat is echt, dat is uniek. Als ik dat... Ik ben toch al op een paar plaatsen in de wereld geweest en ik heb tamelijk veel gezien. Maar als je ziet, met Moes Maandag, met de carnavalsoptocht, hier in Schoik, ja, dat is eigenlijk niet te filmen. Dat is het allerbeste wat er te koop is. En dat Schoik, dat in Moesland, de carnaval leeft, dat kun je zien. Dat zie je vandaag met een opkomst hier. Maar ja, dat zie je ook met een optocht als er die tienduizenden mensen langs de kanten staan. We hebben drie clubs erbij, heb ik gehoord. Daar zijn er voor het 40. Nou, dat is toch een teken dat het geweldig leeft. Ik ben er trots op dat ik hier van Moesland prins mag zijn. En dan, alle mensen, alle clubs, alle bouwers en alle showers. Eén ding zou ik nog willen zeggen. En dat is dan ook mee mijn motto. Maak veel schik en plezier. Je leeft maar één keer. Het werkt al. Het werkt al geweldig in het Moesland. De vonk is al overgesprongen, duidelijk waarneembaar. Veel schik en plezier, geleef maar en een keer, dat is het motto van onze nieuwe prins Hasten Twerre. Ik wil thans graag het woord geven aan iemand die ook heel blij is dat wij carnaval vieren. Want dan kan hij ook een dag of vier vakantie nemen. Graag uw aandacht voor het woord van onze edelachtbare heer, burgemeester Schambers, alsjeblieft. Moesakken en Moesakinnen, dagslustige prins en prinses, van harte gefeliciteerd om te beginnen. Het is hier een goede gewoonte en een aparte gewoonte, want ik ken geen ander voorbeeld dat hier een prins 2 jaar dient. Ik denk dat dat goed is, want je hebt 2 keer zoveel keus om een goede uit te zoeken. En ik denk dat je dat gedaan hebt. En dat hadden we de vorige keer ook gedaan, want ik heb pas net te laat om de aftakeling van de burgerprins te zien. Maar ik zie dat wel, als de prins 2 jaar dient, dan komt hij erin. En als je daar goed weet, dan moet hij weg. Maar dan komt er ook...
ook weer een verse. Ene die moes hebt, want hij woont op de Knijdenberg. Dat moet hij dan wel. Maar je moet de moes niet al te veel laten eten. Hè? Ik wens u een geweldige periode. Het gaat hier buitengewoon. In heel veel plaatsen loopt de carnaval terug. Maar hier gaat het geweldig. Heel erg hartelijk bedankt, burgemeester Schampers, voor uw waarderende woorden. Bedankt. Beste carnavalvrienden, een nije prins, die hebben we al. Maar we hebben ook gedeeltelijk een splinternij dansgarde. Mag ik vragen wat ruimte te maken voor onze dansgarde? En de nieuwe dametjes, heel graag even een stapje naar voren. Dat zijn Ilse Dekkers, Monique Spierings, Saskia Maas, met de grote prins, Sophia Rijkers, Ilonka van der Heijden en Ingrid van Leuken. Ze openen het nieuwe carnavalseizoen. Ze uiten hun vreugde in een schitterende gardedans. De Wener Bonbons van muziek graag. Splinternieuwe dames bij onze dansgarde. En eerlijk is eerlijk, we hebben het allemaal kunnen zien. Ze dansten de stukken ervan af, of niet dan? Schitterend, prachtig gedaan. Dan wil ik graag vragen aan de Hofkapel om een muziekje te spelen. Want we gaan over tot de receptie. Maar ik wil eerst de kindertjes van Hans en Wilma vragen. Heike en Lenneke en natuurlijk Wim en Riek, de ouders, als eerste om de prins en de prinses te komen feliciteren.
productie. Gaat uw gang, herenraad van Elf Dansgarde. En alle moesakken en moesakken, receptie.
Thank you.
carnavalsvrienden. Een splinternieuwe prins en drie splinternieuwe clubs. En die willen even repeteren, even oefenen hoe dat werkt met de grote prijsuitreiking van de Moeslandse optocht onder begeleiding van onze hofkapel en met medewerking van onze nieuwe prins Hasten II en ons prinsesje Willemien. Mag ik op het podium, carnavalsvereniging zonder naam, carnavalsvereniging Wendig Kans en carnavalsvereniging Het Wordt Tijd. Hofkapel, bedankt voor de kans, want het wordt tijd en zeker zonder naam. En we zien elkaar wel terug op het podium binnen prijsuitreiking. Bedankt en nog veel plezier vanavond.